Ik zit hier aan tafel met uh, iemand die jullie wel kennen. Het is Shanna. Hoi. En um, <laughs> wij kennen jou via. Uh, we hebben je. Ooit, volgens mij in ons laatste Game King seizoen maar misschien daarvoor ook al, maar ik weet het nog van het laatste seizoen, hebben we een keer bij ons op de bank uh, gehad om het uh, te hebben over streaming, mm -hmm. denk ik. Dus wij ja. kennen jou als streamer. Ik denk ja. dat veel van onze kijkers jou ook kennen als streamster. Is het streamer of streamster? Streamer. Streamer, ja. Toch? ja, het is, gewoon, ja. Uh, is dat een, uh, een, een gender fluid term? Ik denk het wel. Ja, toch? Ja, streamer, Sick. content Belangrijk. creator. Een ja, nou, dan gaan we de Game altijd de de de, de nek Ik aan vind het ook de close, de, ja. Als je maar geen influencer zegt, dat is nog erger. Ja, maar ja, 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 maar ben je een influencer? Nee, absoluut nou. niet. Ik heb nee. nog nooit een ja Ik heb één keer een maand gesponsorde dingen. Ja, oké, okay, dan, dan pas thing. inderdaad. Als het he als ja. het hashtag spon is, dan pas ben je. Ja, echt een nee, influencer. ik vind sponsorships echt heel naar. Ja, ja nou nee, dan, dan wordt het namelijk inderdaad ja. een, uh, een business agreement. Ja, maar als je jezelf dan moet uh, typeren als streamer, ja. wat, wat is of was dat dan? Um, nou ja, nu uh, identificeer ik me er iets minder mee dan de afgelopen negen jaar of zo. Want ik ben begonnen in 2013. Um, maar ja, variety. Uh, variety in het begin ja. was ik echt alleen maar League of Legends aan het spelen. En daarna alleen maar Counter Strike, En toen alleen maar Hearthstone. En al die, toen alleen maar indie. Al die e-sports games, zeg maar. Ja. En toen op ja. een gegeven moment ben ik gaan switchen naar dingen als indie games. En uh, toen werd het variety. Want je kan niet uh, vier maanden dezelfde indie spelen. Eigenlijk, Ja, kan wel, maar... Ja, nee, de meeste indie-games zijn vrij lineair. En, uh, ja. Was ja. dat uh, nog op Justin TV? Ja, was op dat Justin echt... TV had ik wel een account, ja. maar toen uh, keek ik alleen, toen, toen streamde ik zelf nog niet. Oké, okay. ja, want dat is inderdaad de voorloper van Twitch, dus je ja. bent het pas gaan doen toen, je, toen, <coughs> uh, toen, toen Twitch ja. uh, om de deur. Ja, kwam ja mijn account uit 2010 of 2011 en toen was het nog Justin TV en toen in 2013 ben ik zelf gaan streamen. Precies, en ja. vanaf toen inderdaad dus vooral je begon met games? Ik begon met games, ja, want de Twitch Terms of Service was toen er stond echt in de Terms of Service dat je 90% van je content moest gaming zijn. Ah, dus 5. zelfs als je te lang op full screen webcam stond, was je al bannable. Ja, 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 ja. Maar, en mensen reported je dan ook gewoon. Tuurlijk. Reported voor full screen webcam, ja. weet je al als je langer dan 10 minuten aan het praten was of zo. Ja. En ik voel me nu nog steeds heel ongemakkelijk als ik op full screen webcam zit. Ja? Stream. Daardoor ja. door de Dan denk ik van de hele vroeger. tijd: "Oh, ik moet nu wel iets gaan doen." Zeg maar dat denk ik ja, dan. Dat snap ja. ik ook wel hoor. Dat, dat vind ik vind ook dat veel streamers <coughs> gewoon op een gegeven moment echt iets moeten gaan doen. Maar ja, ja dat, maar dat je kan nu is, gewoon twaalf uur op volle screen staan en niemand uh, nee, dat maakt nu niet. Kan, nu kan heel veel. Ja. Maar toen ben je op een gegeven moment ook begonnen met uh, muziek maken op streams. Ja. Ja. De je muziek maken al voor Tuurlijk, streaming, ja. ja toch? Ja, toen ik heel heel klein en was. als mij en... op de, ja, precies, op de journey ja. van muzikale Shanna. Ik denk dat ik toen ik vijf was of zo voor het eerst uh, piano begon te spelen op zo'n keyboardje en um, toen ik. Zo zes, jaren negentig. Uh, ja, zo met van die hondengeluidjes en ja. Sick. One one two one two one two one one two. Yeah. Down. Yeah. Die, die, yeah. Down. Ja, dat. Is <coughs> een beetje schor. <coughs> Dat krijg je als je zingt. Festival uh, geweest ja, 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 gisteren. Ja, ja. Geraad is. <laughs> ja. G R A t -S. Ja. <laughs> dus uh, daar ben ik mee begonnen en toen toen ik zes was of zo, toen kocht mijn vader een piano. Van iemand kon hij het overkopen voor 100 gulden geloof ik toen. En um, toen uh, mocht ik na twee jaar dat we die piano hadden mocht ik op les. zeker Omdat ik toen een beetje in de vingers had en toen uh, wilde ik dat echt en, en ja. toen mocht ik op les. En toen heel veel jaar later ben ik om mijn zeventiende naar het conservatorium gegaan voor ah, klassiek piano. Sick. Ja, uh, en niet afgemaakt. Sick. Want dat gaat niet om muziek maken. Nee? Die opleiding. Waar dan? Om? Nou, je moet al kunnen voordat je erop komt. Dat, uh, ja, het gaat alleen maar om honen van skills. neuken en uh, je moet dus vier uur per dag oefenen. En je wordt op de vingers getikt als er één fout nootje... Weet je? Het gaat helemaal niet om emotie of gevoel. Het gaat nee, nee. echt om je pure technisch, skills. Ja, en op een gegeven moment voelde ik me een soort robot. Ja. van ja Je krijgt een papiertje met dingen erop. En als je dat precies uitvoert zoals diep, het diep, er bloem, staat, bloem, bloem, bloem. dan, is, dan het is het goed. Ja, ja. En er zit natuurlijk wel wat... Ik chargeer heel erg. Maar er ja, natuurlijk Maar op, en op een gegeven moment, wanneer het, eigenlijk eerst, wanneer het eerst technisch perfect is... Dus Dan mag je een beetje gaan variëren dan naar jouw kan je je stijl of ja. jouw gevoel. Erin ja, gegeven, ja, maar dat, dat ja, maar dat dat is gewoon dat is inderdaad toch bijna mijn... esque of robot of of, ja, of, of 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 wat was dan ook Machinaal, me ja, nee, ja, dat snap ik. En toen, uh, inmiddels had je ook al geleerd om, om gitaar te spelen. Ja, toen ik 15 was heb ik mezelf dat geleerd en mijn vader heeft me wat akkoordjes geleerd want die speelde gitaar. Um, en ik heb altijd ook gezongen, maar dat durfde ik nooit voor mensen. Dus de eerste keer dat ik voor iemand had gezongen was ik 17 ook of zo of 18. Hebben we daar beelden van? Nee. Oh, nee, nou jawel, trouwens op mijn moeders oude, die heb ik niet aangeleverd, oh. maar op mijn moeders oude YouTube of mijn oude YouTube, ik weet niet meer, staat nog een filmpje van mijn, mijn allereerste keer Ja, ja, ja. keer zingen. Ja, er staan filmpjes van mijn oma op, dat ze speelde. mijn oma speelde ook piano. Ah, nice. Ja, dus uh, er staat nog heel veel dus muzikaal. Uh, ja, eigenlijk wel mijn vader, dus mijn vaders kant en mijn moeders kant. Uh, ja. ja, nou dan moet je zelf ook inderdaad. Ja. En toen ben je ook nog uh, andere dingen gaan doen, zoals uh, neusfluiten ja. en uh, soort van andere ook van mijn vader <laughs> want toen ik toen was groep vier of zo kreeg ik een neusfluit van mijn vader yeah. ja dit is echt e dit is dus een van mijn eerste Muziekstreams. Ja. Dus 2013 of 2014. Ja. Dus toen Twitch bestond wel al een jaartje ja. of zo. Ja, want ik, ik, je moest dus 90% gaming-content ja. hebben. Maar ik ging. Dus want, ging even heel snel tussendoor een te ja, spelen. Als ik in League of Legends Q zat of als ik dood was, ja. dan ging ik even een liedje. Maar dan stond ik nog steeds op League of Legends. Ja. Wel. Ja, oké. Okay, dus. Kijk hoe lief. Ik ben echt heel schattig hier nog. Ja, het is bijna een andere, andere persoon inderdaad. Uh. Ja, ja dat, is, dat is tien jaar terug. Ja, ja, dit, is dit, ik ben gaan streamen nadat mijn vader is overleden. Dus dit was een heel. Uh, ja, ik zie het ook aan mezelf dat ik gewoon. Uh, ik ging gewoon vijftien uh, ja. uur gamen. En niet oh, slapen. Zo. En niet ja, ja, eten. Ja, alleen maar roken. Ja. Weet Je ging zo. gewoon in de. Een in beetje de, 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 de depression hall. Ja, fuck, But, fuck the world. De waar modus. natuurlijk altijd een ja. soort van goede muziek uitkomt vaak uit dat soort. Nou ja, uh, daarna uh, wel. Tijdens ja. niet. Oh, oké. Okay. Ja. Maar mijn stream is daar wel uit voortgekomen. Ja, want jij was uh, een van de eerste. Stream, muziekstreamers ter wereld. Ja. ja. Hoe, hoe kan je dat zien? Nou ja, ik, er, waren... er was gewoon niemand die ik... Er waren toen sowieso niet zoveel kanalen. Nee, precies. Dus als er iets anders ook gebeurt, dan niet. heb je het wel door, weet je wel? En ja. ik zag toen op een gegeven moment Surges, dat was een, een League of Legends speler, die deed af en toe uh, gitaar spelen als hij dood was in de game. Ja. En iemand linkte mij dat. En uh, die zei, dit kan jij ook, ja. weet je wel? Waarom ga je dit niet doen? En um, ja, toen ben ik dat dus gaan doen, maar wel uh, tot een groter extent. Dus hij was eigenlijk wel voordat ik er was, alleen ik deed het. Uh, Daadwerkelijk regulier. Ja, was ik het een heb ik er een dingetje van gemaakt. Music ja. Monday en Thursday Tunes deed ik. En dan ging ik drie, vier uur lang ging ik muziek maken. Ja. en ik ben want, er een, op een keer gegeven moment voor mocht dat, ook. Oh, ik wou net zeggen, maar op een gegeven moment uh, toen, toen. Toen kwam er Creative en ja. Twitch. Uh, was, uh, Hoe lang geleden was dat? Creative was 2015, denk ik. Ja, okay. Dat er de Creative Section kwam, want daarvoor zette ik hem gewoon op: no, uh, not playing anything. Je kan je Twitch dingetje kan je zetten op dat je geen, niet in de, invent, of in de directory oh, wil staan. Oh, zo. Sick. Dan sta je een ja. soort van hidden. Ja. Uh, dus daar stond ik altijd op. En dan krijgen mensen wel een, een notification. Of ze weten nee. gewoon omdat je een Alleen de een mensen streamschema... die jou al volgen, die kunnen het zien. Ja, precies. En ja. Omdat, je, omdat ze jouw streamschema kennen of wat dan ook, uh, waren ze ja. erbij. Of ik ging van League of Legends naar Not Playing Anything dus dat ze er al waren en, yeah. en dan Smart. switchte en dan kon ik niet meer gezien worden door uh, random mensen die ik niet vertrouwde zeg maar ja yeah. maar en... toen had ik uh, acht kijkers of zo ja precies en wat, wat deed je dan op die die, die wat is het uh, tune, uh, Tuesday uh... ja mijn Music Monday en Thursday tunes was uh, gewoon drie vier uur lang uh, muziek maken en verzoekjes en ik had een hele lijst met liedjes die ik dan kon uh, ja dit is wat meer recent ik <laughs> ja, iemand zei ik wil je hardstyle je spelen ook. ja kan ik ook kan ik ook Zeker. Ik heb dus een loopstation later aangeschaft waar ik mee dit soort dingen. <laughs> dit is gewoon hardstel toch? Volgens mij is hardstel normaal ietsje sneller. Maar voor de rest, ja. Dit is hoe hardstel klinkt voor mij. Ja, nee, dat, is, dat zo, zo, zo <laughs> klinkt. Zo dat ik ook. Van, uh, heel, heel uitgekleed en met je stem genaakt. Maar en ik bedoel, meer mij van... ga ik ook hakken zometeen nog. Nou ja, niet echt. Wat is, uh, is een loopstation? Een loopstation, dat, uh, dat is een pedaal uh, waar je. Dat is echt een fysiek ding. Kijk, maar gaan. Oh, je hebt nooit gehad, dan, zie ik. Nee, ik Komt het? Ja, precies. Ja, Een Loopstation is een pedaaltje. Het is dus echt een fysiek dingetje waar je op duwt en dan gaat hij recorden. En dan wat je daarop zet, dus dan ga je of zingen of gitaar of wat dan ook. Je kan alles erin prikken. Is dat gewoon letterlijk wanneer je erop klikt of doet hij het met bars? Met nee, ah, gewoon een, in een, in een, wanneer je erop klikt gaat hij lopen. En dan ja, als okay. je er weer op klikt gaat hij het loopen. En, ja, precies. Maar hij doet het echt op jou. Dus ja. hij doet het niet in ja. een. In een uh, dat kan uh, in ook, een, maar okay, dat vind ja, ik niet precies. chill. Want dan okay. krijg je een uh, telklikje erin. Zo'n zo meter ja, ja, precies. Ja, ja, dus nee, dat, dat vind dat ik, ik niet soorten. fijn. Nee, ja. Dus uh, ik doe dat gewoon zelf. En dan gaat hij het loopen En dan kan je weer klikken. En dan gaat hij er. Ja, maar weer... als je natuurlijk net ietsje te laat bent. dan kan ik me voorstellen. dat, dat, is je, klote. Dan, dat, dat je dan. duurt je loopje langer. dan, ja, dan, klopt dan je, je niet beat meer. of wat dan ook. Ja, dan klopt het niet. Want komt alles uit de loopstation. Ja. Of. of ah, Oké, okay, dus het er zit. er komt niet vanuit. Uh, nog een, een beat in of iets Nee, Nee. We mogen ook langer. Uh, 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 als er iets ingeschakeld is. mag dat langer in beeld, hoor. Dat, uh, dat is prima. Maar. Oh, er zit een beat in. de loopstation zelf. Er zit een beat in, maar meestal ik sla ik gewoon op mijn gitaar en dan is dat de beat. Of ik heb een zeker eitje of ik map op mijn bureau. Ik heb een keer een beat gemaakt met een haarborstel en een pakje kauwgom. omdat ik gewoon zo. Ja, ja, ja precies. Dat dat die, die Ja. Uh, Vroeger dat... sloeg ik op mijn mic, dat was mijn kick. Sick. Ja, nee, maar dat is, dat is prima. Kick, dat, ja. Hij piekt alleen heel erg. Ja, ja precies. Ja, ik had nog geen popfilter. Nee, 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 precies. Ja. Maar dat, dat werkte gewoon en uh, alles prik ik dan in mijn loopstation. Mijn mic gaat door een reverb pedaaltje. Ik heb altijd alles fysiek gedaan. Ja, omdat maar. Ik, uh, het ding is dat je zegt, dus dan ga je drie, vier uur lang. Kijk, ik, ik, ik maak ook muziek hè? en dat ja. is een soort van, als dat een uh, 40 minuten is in een metalband, is dat, is dat weet je, best wel veel, want je ja. is veel energie, het, het duurt lang. Het is super vermoeiend. Ja, het is vermoeiend, ja. maar en er zijn ook bands die dus inderdaad gewoon weet je, een hele avond vullen. Coverbands en wat dan ook, die gaan dus inderdaad, die hebben zoveel materiaal. Ja, um, maar jij zegt van ook verzoekjes. Ja, wat voor verzoekjes? Er was een lijst met dingetjes die ik kon. Of mensen konden iets van wat ja, er okay. niet op stond. En dat dan konden ik ze bestand... 5 euro doneren of zo. En dan, maar Wonderwall was 50 euro. Dat is kut is. En <laughs> ja. ja. uh, Nothing Else oh, no Matters was duur, en Hotel California was duur. Want dat waren altijd die dingen die iedereen, ik was zat was van spelen. Tuurlijk, iedereen vraagt die altijd. Ja. Ja. Maar dan konden mensen dingetjes aanvragen. Of voor een recipe. of als ik gerate werd van hey, noem een liedje. Ja, en maar dan hoeveel was... nummers? Want dat is het ding: hoe, hoeveel nummers. Ik stel op je gehoor. Dan? Dus als, ik het kan, als je het mij laat horen, kan ik het spelen. Oh, Op die manier. Meestal. Dus dat niet waren altijd. de verzoekjes. Van ja. Ja, dus linken de... mensen een filmpje op YouTube. of wat dan je er, dit ga doen? ik gewoon meedoen. Eerst en dan ga ik het uitvogelen. En als ik hem wel al ken, dan kan ik hem gewoon opzoeken de akkoorden. Ja, oké. Okay. Maar, en, maar, en, en, dus stel je krijgt iets nieuws en je gaat het. Hoe lang ben je er dan mee bezig met dat nummer? Dan ben je wel een twintig minuutje of een half ja, minuutje gewoon aan het kutten je? om het uit te zoeken. Ja, en... ja heel snel. Ja, okay, ik maar heb dus Binnen 10 is... seconden heb ik de akkoorden wel. Ja. En dan is het een kwestie van even een paar keer nog meedoen. Ja, oké, okay, maar, dus dan, maar dan, dan is het inderdaad... het is niet letterlijk, je speelt het nummertje twee minuten... of je speelt het mee en dan is dat het weer. Je bent er wel ja. even mee bezig. Ja. En het is juist het uitzoeken, Hangt het, het bloed Als iemand veel leuk. doneert, dan ga ik er meer tijd aan besteden... Yeah. dan als het een euro is. En ja, het is, okay. uh, weet ik veel, uh, Peter Beense of zo. En dan heb Oeh, ik geen heb je dat, dat soort in. dingen wel eens gedaan? Ja, ik heb wel eens die, het, hoe heet het, Toreador... De, de, weet ik veel van uh, uh, Señorita, dat liedje. Dit is het momento. Ja, als ik Superkut hem in de kroeg hoorde, misschien ja. dat ik hem dan. Ja, nou, dat, ik werd creen. gereed door de ski-hut. De, de skihut in Cal. Uh, ja, 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 ja. Die, die, st die, die streamde ook inderdaad. Ja. Ik weet, doen ze dat nog steeds? Ja, ik denk het. Ik weet Want niet. Dus, we kijken af en toe op, 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 op zaterdagnacht best wel mensen. Ja, naar, en die, die vroegen dus de Torreador aan toen ze mij ja. reden. Ja. En toen heb ik hem opgezet, meegespeeld en toen daarna zelf gedaan. Zeg maar. ja. Maar um, je hebt dus uh, nu inderdaad steeds meer. En maar als je nu natuurlijk nu. Oh, je hebt het nu niet per se opgenomen. De. de, 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 um, de wat was het voor muziekinstrument dit is, eigenlijk? Oh, Melodica. Dit. Melodica natuurlijk. Ja, Een, blaaspiano. Blaaspiano. Zeker. <laughs> ja. uh, want als je het natuurlijk niet op, opneemt of niet in de loop gooit, dan neemt hij het ook niet op nee, en precies. dan kan je, je het gewoon als, als, als een lied of een zo je eroverheen gooien. Ja, ja ik vind het wel fijn om alles uh, met analoge pedalen te doen. Want je kan dit ook allemaal als je bijvoorbeeld in een dag gooit, in een software ja. Ableton of iets. Dan kan je ook een reverb erop zetten die digitaal ja. is en dat soort dingen. Uh, maar ik vind het fijn om te zien. Ik vind fijn van dat kabeltje gaat in dat hokje en dan gaat hij daarna daarheen. En ik kan gewoon op een knopje duwen en dan is hij aan. En dan duw ik weer en dan zie hij uit. En dat vind ik super fijn dat het fysiek is. Dus ik heb het altijd gewoon met effectpedalen gedaan, gitaarpedalen en dat soort dingen. Ik heb ook een elektrische kazoo die ik dan door... Gewoon zo'n kazoo dingetje weet je wel. Van zo'n kinderspeelgoed ding. Ja. En daar heb ik een... Hebben een... we daar beelden van? Wel, toch? Nee. Iets. Oh, dan is het misschien een neus. Dit is een neusfluit. Ja, oké. Okay, dit is een neusfluit. Daar heb ik een snor op opgeplakt. Ja, die mogen ook, kunnen we ook wel even luisteren. Daarachter Tuurlijk. zie je nog mijn theremin. Dat is zo'n oh, antenne. Heb je die ja. Ja. Vet. Doet die het? Ja. Wat ziek. Is dat moeilijk? Want dat is ja. echt wel iets dat... dat maar daar mij is... zit autotune op, op. die. is Country ah, ja. Roads. <laughs> Met een echo. Met een delay zelfs. Hij doet... Ja, dat is mijn pedaaltje. Ja, ja, precies. Sick, waardoor het een beetje chaos wordt. Maar die termen, dat is, dat is, dat is echt heel, heel sick. Want ja. dat lijkt me echt heel lastig. Ja, dat is omdat, van MOOC. Uh, ja. Daar zitten alle oude MOOC-synthesizer-geluiden in. Ja, uh, maar en, je kan dus zeggen: ik ben vandaag in A-mineur en ik wil alleen maar in A-mineur. En dan zet je pitch correction aan. Ja. En dan kan je gewoon dit doen. En dan speelt hij alleen maar noten die daarin passen. Ja, oké. Okay. Ja, okay. maar, maar dat is het grappige voor de mensen die het niet weten. Je moet het dus opzoeken. U, 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 aan de, je hand, aan, aan de hand van. Op die, is dat ja, antenne? Het is een antenne? Een termen is het eerste. Elektronische instrument ooit. En dat is dus uit de jaren 40 of al eerder. Ja. Ja. En dat is dus een, een antenne waar zeg maar, een magnetisch veld omheen zit. En als je dat doorbreekt met iets of met je lichaam, ja. dan komt er geluid uit. Ja, dus aan de hand van waar je je hand ja. houdt, ten opzichte van dat staafje, de ja. antenne uh, maakt hij een bepaald. Ja, als je dichterbij geluid. komt, is die hoger. Als je verder weg gaat, is die lager. Oh, en links zo. heb je nog een antenne, en dat is een verticale dus dat is je volume ja, dus oh, dan dat, kan is je ja. Ah, dat is heel ja dat is bedoel ik dat lijkt me amazing om dat een keer het is heel cool. Uh, het zit ook in de intro van de Doctor Who uh, soundtrack ja, het zit in heel veel horrorfilms ja, alle ook. horrorfilms en Beach is echt Boys. alleen maar dat ja, zeker. ja. Dat is heel tof. Ik kan hem wel um, een keer meenemen. Het is heel ja, makkelijk. Dat lijkt me je heel moet vet. wel alleen kalibreren op waar je hem neerzet. Want dan Ook kijkt dat. hij van welke stoelen plays, staan er dichtbij. Of ja. ja, heel vet. Nee, dat, dat neem ik een keer mee. Dat ik wil wel even een keertje ermee kutten. Uh, maar het maar... is wel een ver gekomen in ieder geval. Het is nu een beetje een chaos verhaal natuurlijk. Maar de de, 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 de historie van Twitch music ja. komt eigenlijk dus van mensen die het stiekem deden. Ja naar nu dat mensen echt dat hele hele bands op op uh, op Twitch streams uh, hun rehearsals gooien en ja. dat het echt een dikke business is geworden ja, is tot zo? nu weer dat het in grote bands komt. bedoel je of gewoon ja, ja, uh, zolderkamer ook uh, bijvoorbeeld Mouse en uh, die mensen die doen dan ook gewoon allemaal Twitch streams er zijn heel veel producers die ja, live op als Twitch ze live aan het aan het werk zijn ja. om dat live erop te zetten ja maar nu krijg je weer copyright shit allemaal MCA-strikes nou, ja, en dat was vroeger niet. Ja, maar tenzij je niet. natuurlijk zelf... Uh, want als jij nu een koffertje doet van iets, dan kan je niet gestrikt worden, toch? Want nee, maar is, als ik hem op YouTube eerst luister. Ja, ja dan wel. Dan ja, ja, wel. Precies. Maar ergens is dat natuurlijk ook misschien logisch. Want ja. ergens is het fair use om inderdaad iets... Ja, want je maakt er uiteindelijk zelf iets van. Dus ja. research. Ja, maar dat die, die onderscheiden, dat maakt nee. die bot niet. En er nee, daarom... zijn ook heel veel muziekstreamers... Kijk, ik, ik ben een van de eerste, maar nu zijn er... Ja, heel veel. 100.000 muziekkanalen, dus ja. het is wel heel erg gegroeid en dat heb ik wel allemaal meegekregen, zeg maar. Is het niet ook dat dan door, door uh, je hebt ook, weet ik je hebt nu zoveel verschillende dingen, uh, arts en crafts en weet je echt van alles. Mm. De mensen die in de in de in de vrachtwagen ja. zitten stream. Denk je dat was muziek daar een van de van de soort van de vandaaldag, een van de veroorzakers van dat het meer dan alleen gaming was, of waren er ook andere? Er waren ook heel veel. Uh, ik denk dat het kwam omdat uh, toen 2015 kwam dus de creative section. En dat, uh, dat, dat gaf muziek een plek, maar ook mensen die aan het tekenen waren. En kookstreams uh, bijvoorbeeld en dat soort dingen. Ja, dat gebeurde toen ook gelijk al. Ja. In plaats maar van... dat kwam omdat Justin TV ook zo was. Justin ja. TV had ja. ook al die dingen al. En pas toen het Twitch werd, is het eigenlijk van nee, we gaan alleen gamen. En ja. toen later hebben ze dat weer een beetje verbreed, eigenlijk. Ja, mm. en dat was dus inderdaad niet per se dat, dat, het, dat het los is gepuiterd door muziek. Dat was gewoon inderdaad door creative en het door Dat was al grote drijfveer. Ja. want de, muziek, uh, ja, de muziekstreamers zijn wel altijd heel actief geweest met charity streams en dingen. Op events ja. organiseren, gewoon community dingen. Nu hebben we op Twitchcon Amsterdam hebben we bijvoorbeeld een, een muziek meetup georganiseerd. En dat doen we al een paar Twitchcons. Ja. Dat we gewoon een locatie afvuren met een podium en dan gewoon jam sessies. Jij ja, hebben dat gedaan? Ja, en dat wordt live gestreamd en het voor geld, weet je wel, voor het goede doel. Ja. En Twitch is nu in gesprek met ons gegaan van hé, hey, we willen misschien wel betrokken raken bij dat. Dus Bet. dat. Het groeit wel nog steeds. Ja. Maar de, ja, de DMCA-dingen komen ook steeds dichterbij. Hoe was uh, twitch Komt trouwens Even wat anders. Maar dat kunnen we gewoon, als we toch over streamen hebben, wel tussendoor even bespreken. Ja. Was ja. Dat? Ik weet niet. Ik, ja, ik ben naar alle twitch cons geweest. Ja, Allemaal. Waarom? Ook in Amerika en zo. En um, het wordt steeds meer uh, een soort reunie. Zeg ja. maar. Ik, het voelt alsof de con zelf eigenlijk... Uh, ja, maar wat was de con het, eerst dan? Want ik, ik, we hebben altijd, we zijn er ook in. Te... Ja, het, het is altijd een beetje zo geweest, het streamers die elkaar met elkaar gaan hangen. Ja. En mensen die daarnaar kijken. Ja. De streamers. En je de, kan je, stream, je favoriete streamer ontmoeten. Ja, maar en... daarom. Dus dat is een soort van de ja, streamers onder elkaar merch. hangen een beetje van ja. de, eigen van streamers. Ja, en van, ja, ze hebben nog een soort van creative area met kunstenaarsdingen. Uh, dat vind ik altijd wel leuk. Ja. En sinds kort hebben ze ook een muziekpodium. Dat er gewoon muziek streamen, Waar ik nog nooit voor ben gevraagd. Trouwens. Want ik stream pas Pfft. negen jaar muziek. Ja. Ik kan het zeggen, dat is, uh, en uh, het is maar in Amsterdam. Ja. ja, vond ja ik heb er wel stom, een salty hè? over. Ja. Nou, je kan, kan je daar niet zelf even volgen. Nou, nu is het lastig. Ja. Maar voor lobbyisten. Of van hey, by ja. the way. Ik ja. Hoe ja, dit ik en sta dit. wel. Nou, dat was wel um, een van de. Van de, van de, van de jij had het ook gevraagd. Van, um, je zei net van je, je durfde niet te zingen. Hoezo is dat op een gegeven moment op stream wel kon, lukte dat wel? Ik heb nog steeds heel erg podiumangst. Ik, uh, dat is gewoon een ding. Ik, weet, ik weet, denk ook niet dat ik slecht ben of zo. Maar het is gewoon... Mijn lichaam doet het gewoon niet als ik op het podium ga staan. Een echt. Een fysiek podium. Ja, mijn, met, bij mensen. mijn benen stoppen gewoon met werken. En ik ga gewoon heel veel zweten. En mijn hele lichaam is van de rel. Ik moet ook ja. overgeven. En weet ik het allemaal. Het is echt kloten. En dat, dat heb ik dus niet als ik ga streamen. Want dan zit ik in mijn kamertje met een camera. Ik zie die mensen niet. Het gaat om het zien van de mensen. Ja, het gaat om de, de onverdeelde aandacht of zo. Ik vind het niet fijn om. Maar dat is niet... ergens Ja, maar nu zo ook... voelt het niet. Nee? Toch? Nee, maar dit voelt toch ook niet hetzelfde als dat jij precies dit gesprek met mij hebt op een podium? Niet precies hetzelfde. Nee, nee zeker niet. Dat, dat, dat is wel uh... eng, vind ik. Maar je doet, je doet wel presenteren. Ja. Je presenteert wel op een podium. Ja, maar podium. dat is niet mijn ziel. Snap je? Dit is, dit <laughs> ja. zou, dit is gevoelig en, uh, en kwetsbaar. En, Um, ja, als mensen vinden dat ik uh, lelijke muziek maak, doet het me veel meer dan dat mensen vinden dat je ik het slecht presenteert. Slecht presenteer, ofzo. Ja, oké. Okay. Maar, ja. maar als je als hier natuurlijk, als je dit, dit zit uh, te maken, de kijker, die zie je dan inderdaad niet, maar die zit ook die zitten waarschijnlijk wel over het algemeen gemeen uh, het meest te gefocust te kijken naar wat je doet, maar ja. ze hebben misschien ook weer een telefoontje erbij. We gaan even naar de. Ja, het is echt het podium pakken. wat het hem doet. Ja, maar ik da, heb daar ook is een TED talk niet gedaan en dat is ook zonder muziek, maar dat was ook doodeng natuurlijk. Ja, omdat je dan het soort van ook iets. Vroeger erg, ook met ja. presenteren op school. Als je een, een spreekbeurt vond ik doodeng. Ik vind het gewoon niet leuk. Ja, maar dat is dat is voor ons als we hebben altijd een soort van we hebben er gesprekken over op op de redactie. Mm -hmm. van um, we, we, we we doen al. 20 jaar beeld te maken zeg maar en dat was natuurlijk vroeger tv en nu is het ook vooral wel dit soort dingen dus zijn we in de laatste paar jaar ook veel in aanraking gekomen met streamers ja yeah. en we hebben altijd iets van met jezus je merkt zo erg dat wanneer je uh, streamers buiten hun eigen context zet dat het vaak nou ja heel ongemakkelijk. in elkaar valt is een groot overdreven woord want ze zijn nog steeds wie ze zijn en wat dan ook maar dat, dat je dan merkt dat ze heel oncomfortabel worden ja. inderdaad terwijl je een ja. en dat is heel stom maar een tv-maker of iemand die uit tv komt... Die kan, je kan je overal, overal neerzetten kouden. en ja. die doet... Blabla, beetje, ja. die begint gewoon met lullen. Ja, wij hebben gewoon een ik vind het ook nog steeds dat ik denk... ja, maar dit is niet de camera-engel die... Uh, weet je wel, ik, <laughs> ik zie er beter uit op mijn eigen camera-engel. <laughs> <Ja. lacht> Want die is net van boven... en dan zie je mijn olde kind niet. Weet je wel, ik heb color correction... en een, ja. een roze lamp schildt in plaats van ja. zo'n witte, weet je wel, dat soort ja. dingen. Ja. En ik weet, uh, ik kan ook... als ik aan het streamen ben, kan ik zien hoe hard ik praat. Ik zie die leveltjes en ja. ik zie... Dus het... Maar dat wordt nu geregeld voor je allemaal. Ja, maar dat, dat vind ik dan dus... Dan denk ik, ja, ik heb het dan niet in de hand of zo. Ja, oh, is dat dat ook? Is ja. dat ook wat controle Met streamen perlies? heb je alles wat je aan het doen bent, heb je ja. zelf. Ja, maar dus dat podium. Het zijn dus en de mensen die, die naar je uh, kijken en heel erg gefocust zijn. Ja. Je, en, en je ze in, in je ogen kunnen aankijken. Maar het is dus ook dat je... Je hebt geluid, te maken met een geluidsman of, of wat dan ook. Nou ja, nou, als je controle je over alles... alles hebt, wordt het ook minder eng. Nou ja, dan, Want dan, dan, dan... dan heb je gewoon... Alles wat er fout kan gaan, is dan gewoon je eigen schuld. Dat is... Maar dat kan je... Oké. Okay. Wat nou als jij, ja. soort van dat jij het zegt van ja, maar ik wil best dat je ergens op optreden, maar um, de geluidsman die op een gegeven moment, die zet het maar aan. Nou, dat maar heb ik, wil ik nu op het podium dus. wil ik dat ja. mijn eigen geluid kunnen doen. Dat was ja. het harder of zachter. Dat en Heb ik nu? Ik wil een scherm met, uh, waar mensen wel mij kunnen mixer. zien, maar ik hun niet. Daar je go, dan ben je ineens alleen. Ja, top. Dat zou echt top zijn. Of ja? mensen lost het ook op door uh, zo'n pruik van sia of een, een helm. Of die marshmallow dingen, weet je wel? Gewoon uh, een, een act echt ervan ja. te maken, zodat dan zou je niet ik het meer... wel durven. Ja? ja, dan ben ik niet meer mij. Ah, nee, maar dan, dan is dat het toch? Dan, ja. ben je toch dan, dan doe je toch een hele lijpe pruik op ja. en een sikke Ja, nee, maar dat, natuurlijk is het al gedaan, maar dat ja. is dus puur om het feit om jou over die grens te laten gaan. van, ja. van of corpse paint, weet ik veel. <laughs> ja, ja, <maar lacht> ja. Maar echt. Ja. ja, want ik heb ook met een ving gebrand op mijn hele hoofd. En dan dans ik ook veel lijper dan dat ik zou doen als ik mezelf Ja, ben. ja. Maar dat is gek, want Dat is toch het iedereen... hele concept achter furries en achter al die dingen? Ja, furries, die zijn dat totaal onherkenbaar. Dat je niet jezelf bent, zeg maar. Dat ja, maar het uh, soort van, jij groen geverfd, is nog steeds een groene Shanna. Dus ja, iedereen heeft van, dat die is idee. Shanna. En die, die danst nu even wat lijper dan normaal. Ja, maar voor mij ben ik niet mezelf. Ja, gek is dat. Of zo. Ja. ja, en dat is dus waarom je... want volgens Niet mij wel dat ik een furry eens... ben, trouwens. ook even voor de. Ja, ja je, je bent een streamer, dus je bent full-on ook een furry. Ja. <laughs> volgens mij zijn furries altijd alleen maar guys, toch? Nee, nee. Oh, ze zijn een furry woman? Weet ik niet. Maar, um, waar had ik het over? Nu, 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 nu dat gaat het ineens over, over sub-dingen sub, sub <laughs> van First. Nee, um, want we hebben het wel eens gehad over het feit dat je volgens mij iets op een podium ging doen. En dat je inderdaad uh, weer... inderdaad, uh, nee, nee, nee. Gewoon... Uh, ja, dat is ook een ding. We zouden eventueel, stel bij de barbecue ja. screen... Ja, dat het, vind het, ik vet leuk. maar waarom? Wij zijn er. Ja, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom je... dat niet iedereen stil zit en naar je kijkt. Zo, maar het is als je, op straat vind ik het ook prima. Snap je? Nee. Het is die onverdeelde aandacht of zo. Ik vind niet dat ik, ja, ik weet niet. Dan moet je daar iets mee doen. Ik moet die aandacht waard zijn. Ik moet. Nee, maar dat, dat mensen geven mij hun de mensen tijd zelf. en tijd nee, is nee, het nee, meest dat... kostbare ding wat je hebt. Is ook helemaal zo, maar er zijn heel weinig mensen die blijven zitten als ze het niet leuk vinden. Klopt, maar dat die gaan gewoon ik weg. wil alsnog gewoon, het, ja, dat wil ik niet dat mensen weg willen. Nee, dat snap ik. Dat, maar dat, ik weet dat, niet, ja. ik heb het nooit zo ontleten eigenlijk. Het is gewoon, ik vind dit het eng. Is gewoon zo. Dus, uh, maar als mensen me vragen om op te treden, zeg ik gewoon wel ja. Want ik nee, wil ik, ik ja, wil uh, wel daar overheen komen. Ja, en dat kan ik nou, alleen maar, maar doen het als, door het gewoon te doen. Ja, gedaan. En toen zei je van ja, ja ik moest weer uh, kotsen uh, vijf minuten ja, voordat ik opgegree. Ja. <laughs> dat soort shit. Ja. Maar ja, dat is het gebeurd. <laughs> Af en toe. En, en wat nou als je het bijvoorbeeld um, in een kroegje doet wat je heel goed kent of zo? Ja, dat, zelf als PA... ik er al vaker heb opgetreden, scheelt ook. Ja. Uh, ik heb hier in Amsterdam is BR020 uh, een paar oh, keer opgetreden. Nee joh. Ja. Daar zit ik best wel vaak. Echt? Ja, niet op donderdag, waar volgens mij altijd ja. de open mic night is. Ja. Maar, oh, wat grappig. Ja, ik heb daar nu drie keer opgetreden, geloof ik. Ja. Um, en dan komen er ook veel Twitch-kijkers uh, en zo, die dan in de buurt wonen of ja. dat is super leuk. Uh, en in Alkmaar heb ik een paar plekjes heb ik wel vaker opgetreden. Ja, daarom. Um, dus als het kleinschaliger is en, li en liever, zeg maar, dan vind ik het minder eng. Maar bijvoorbeeld de uh, Waterhole of zo, dat durf ik niet mee te doen met de jam sessie. Nee. Want dat okay. is een groter iets. en... Daarover, ja. over jam sessies. Uh, dat, 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 je had het net over, over TwitchCon. Uh, ja. uh, er was een jam sessie. Dus die, die, dat doe je wel eens vaker, toch? Ja, de muziekcommunity de muziek op Twitch is heel hecht, eigenlijk. Nou, tenminste, een groot deel daarvan kent elkaar. En um, we hebben elk jaar de music meetup. En dat is in Nederland. In Nederland. Ja. Hoeveel mensen, hoeveel muziekstreamers zijn er dan? 30, 40 ja, okay. zo, uit de heel, weer, heel de wereld. En dan gaan we een week lang in een, in een vakantieding in. Ja, Noemburg. maar 30. 40, er zijn er natuurlijk meer dan 40 over, van over de hele wereld. Maar dat zijn de ja, die komen is... dan daarheen. En ja. dan gaan we een week met elkaar muziek maken, bijvoorbeeld. Met no, 40 maar hoeveel man. zijn er in in, in Nederland? Muziekstreamers? Ja, gewoon als in de, de community waar je dan eventueel mee hangt. In Nederland of? weinig. Oh, oké. Okay. Sowieso weinig. Um, maar dan ja, ga ik moet nu even niet mensen beledigen daarover. Nee, maar, het het <laughs> maar er zijn weinig mensen die echt. Uh, volledig muziek streamen. Ja, precies. is gewoon inderdaad niet. Uh, Oké, okay, dus het is inderdaad niet. ...de zien in Nederland is niet heel groot. Maar nee. wereldwijd natuurlijk wel. Maar in Amerika vooral. Ja, precies. En, ja. en daarmee ga je de, 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 inderdaad af en toe gewoon. En, en wat voor want, want jam sessies? Die ook naast Twitch. doe je volgens mij ook wel jam sessies. Ja. Jam sessies trouwens gewoon dat je. weet ik veel. je, je, je uh, 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 instrument meeneemt. Inderdaad gewoon. Er begint iemand soort van. Uh, blues in ja. b of wat dan ook. En, 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 en er beginnen gewoon mensen mee te doen. En hopelijk heb je dan niet een free jazz cirkel erbij zitten. en wat dan ook. Ofwel vet leuk. Oh, oké. Okay, ja. Yeah. Yeah. Let's agree to disagree yeah. about that. Maar, nee, <laughs> ja, ik organiseer nu jamsessies in de kroeg waar ik werk. Ja, maar doe je dan ja. ook mee? Ja, tuurlijk. Ja, maar waarom dan wel? Omdat, Omdat ik daar werk in en ben. Daar is veilig. Dat is gewoon, dat is home base. Oké, okay, dus daar zou je wel kunnen opdraaien voor 200 man die niet Ja, het je is echt ken. oefenen en gewoon vaker doen. Ik ben gewoon een watje. Ja, maar er zijn ook andere. We, we Adrenaline vind de, ik de, sowieso niet chill. Iets met de, tuin, de kooltuin, is dat iets? Ja, maar dat gaat over een week dicht. Oh, Die is over forever? Ja. Dat is zonde, dat ja. was ik vroeger. Maar, ik maar ook, heb je ja. ook wel gejam ge, ge, ge Daar heb ik ook wel een, een jam-sessie mee gedaan, ja. Ja, maar dus, is dat hoezo is dat anders dan is in je eentje? Klein en vertrouwd. Ja, ik ja weet maar niet. omdat je bent dus niet alleen... Nou, in op je, een jam is. kan ik de ruimte innemen waar ik op dat moment comfortabel mee ben. Ja. En als ik in mijn eentje daar sta, moet ik alle ruimte vullen. Ja. En dat is niet chill. Ik vind sowieso adrenaline vind ik niet fijn. Snap ik. Ik hou niet van niet dat gevoel in mijn lijf. Nee, ik nee. ook niet echt. Daarom kijk ik ook geen horrorfilms en uh, dat soort dingen. Nee, dat snap ik ook. Ik helemaal. wil gewoon heel veel mildheid. Ik ben gewoon mild. Ja, <laughs> dat is nee, chill. Dat, ik, ik vind dat, uh, dat opgefokte <laughs> gevoel ook niet. Uh, niet nee. Sommige mensen vinden dat wel heel, uh, heel fijn. Ja, nee, als mijn hartslag niet. omhoog gaat, denk ik: pff, okay, ja. ik ga verroken. <laughs> dan gaat je ook van omhoog, toch? Ja, wel, maar dan voelt dat is een soort is, placebo. van Dat is rustig. Dan, dan klopt het. Ja. Da daardoor komt het, ja. ja. Alright, en dan, 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 dan uh, had, had ik nog inderdaad die, die, die paar uur. Dus op een gegeven moment begon je met het vullen van drie, vier uur lang ja. uh, een, een, een ding. Hoeveel nummers ken je dan? En hoe, in, tot, op welke 40, manier ken je ze? Of zo. Doe je dan elke, elke week speel je dan ongeveer hetzelfde? Ja, ah. Daar, dat is ook waarom het saai werd. Ja. Ik, op een gegeven moment ben ik ook mee gestopt. Ik ben ja, nu precies. gestopt. Um, ik heb er wel acht jaar gewoon van geleefd, maar ook niet dat ik elke dag muziek streamde. Nee, 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 um, precies. Van alles en nog wat. Nee, maar ik ja. bedoel meer van: oké, okay, ik wou net zeggen van als je zo'n, weet je, dat het daarom gewoon en Je moet dingen blijven bands. toevoegen, maar daar ja. had ik op een gegeven moment niet meer de energie voor en de motivatie voor. Nee. En dan blijf je dus in hetzelfde riedeltje. Of je moet dus op gehoor gaan spelen. En dat is wat ik toen ben gaan doen. Ja. Van stuur gewoon YouTube-linkjes. Iedereen in de chat, stuur gewoon een YouTube-linkje. Ja, en, en dan ga je dan je klikken en dan ik klikken en gaan kijken hoe het... En als het niet lukt, dan ga je voor next. Ja, precies. Ja. Want hele zware klassieke stukken kan ik echt niet op gehoor spelen. Met de uh, piano bedoel ik? Ja. Wel maar als een, het een popliedje is, baan. dan is het vier akkoorden en dan ben je er al. Ja. En dan, ja. Ja, maar, maar, en dan is het compleet waarschijnlijk wel wat anders dan het refrein precies, en de bridge. Maar heb je heel snel door. Dat ja? is heel logisch. Oké, okay, ja precies. Ja. Als je het zo vaak doet, dan... Ja, als je je, dat... je theorie weet, als je het, het harmonieleer kent en je toonsoorten weet, dan is het heel, heel logisch waar de meeste dingen heen gaan, zeg maar. Ja, maar het, maar het, maar het was dus inderdaad wel zo dat je heel veel um, dan dezelfde nummers... Want dat, dat vond ja. ik zo ergens knap, maar ook een beetje Ja, ik kende wel heel veel nummers, offerbans. maar mensen bleven toch dezelfde dingen aanvragen ja zeg maar het was toch elke keer House of the Rising Sun en elke keer Spinfish en elke keer <laughs> weet je wel ja nou ja dan, dan zou ik gelijk een soort van uh, offstream kapot klaar ja en toen ben ik in lockdown ben ik gaan leren hoe Ableton werkt toen ik moet produceren en toen ben ik dat gaan streamen en dat was weer nieuw ja en cool en dat vond ik leuk en dan kregen mensen ideetjes van wat nou als je een echootje op dat en dat gooit en dan weet je ja wat? dat is heel tof ja en dat was gewoon het maken van de muziek ja. en niet, niet het, niet het spelen ik gewoon, van iets dat ik al bestaat. Dan tien uur lang gewoon in Ableton zitten klikken. Ja. Want dat kost en, echt weinig energie voor mij. Is het ook? En dat, doet, dat doen mensen natuurlijk normaal altijd al als je mm -hmm. produceert en wat dan ook. Maar het is natuurlijk super tof omdat ook als content. Uh, ja. Doen. En sommige op mensen op kwamen me helpen. Meer. Ja. Van die veel meer wisten dan ik. Van hé, hey, hoe moet ik dit en dit doen? En dan staat ze in de chat gewoon. Oh, je moet daar klikken en dat doen. En dat was super leuk. Ja. Maar dat 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 was op een gegeven moment ook werd dat saai of zo. Ik had gewoon N ja, na je acht je jaar, en negen jaar streamen. Ik, ik wil niet meedoen met hoe. Kijk, Twitch is echt zo veranderd in, van, gezien vanaf wanneer ik begon. Ja. Zeg maar, toen ik begon werkten er twintig mensen bij Twitch en ik kende ze allemaal. Global. En ja, was gewoon. Je kreeg een, een kerstkaartje met handgeschreven, weet je wel. Ja, en, ja, ja. en nu. Ik, niet dat ik dat nog verwacht van zo'n groot bedrijf. En dat heb ik ook echt niet nodig om blij te zijn met mijn stream. Nee. Maar het is wel ontzettend veranderd vanaf het uh, gemoedelijke wat het uh, was toen ik begon. En om nu mee te komen in die game, um, ik vind dat niet meer leuk. Maar mee komen in welke game? Je kan het ook gewoon zien als een platform, toch? Waar je gewoon. Ja, je maar als je het echt als beroep wil doen, dan moet je wel op een manier nadenken over wat wel en niet werkt. Uh, en wat werkt wordt niet per se bepaald door jou. Uh, dus dan moet je nee. je op bepaalde momenten wel aan, aanpassen aan de meta. Ja, dus je maar. zou je in principe niet volledig kunnen storten op alleen muziek streamen? Dat zou kunnen. Maar dan weet je ook nooit of het echt werkt of niet, en dan wordt het alleen maar sneller saai, denk ik. Ja, ook okay, omdat je de hele tijd weer dezelfde 50 nummers. Je kan ook niet ook. elke dag tien nieuwe nummers leren. Nou ja, jij ja, blijkbaar wel. zo wel. klinkt het wel. Zo ja. ja, ik luister het gewoon. Ja, maar ik, ik luister het, ik speel het, en dan een dag later ben ik ben het weer vergeten. vergeten. Ja, precies. Ja. Heb je dat niet vaak inderdaad? dat je soms, voor sommige nummers die vergeet je ook weer ja, toch? Dat ja, precies. Oh, dat ging dit? ook? Waar moet mijn kapo ook weer? Oh, ja, shit. precies. Het is niet het is niet zoals fietsen dat het dan forever uh, dat je dat nummer. Sommige nummers wel. Ja, ja, ja. Die blijven voor altijd. Er zit namelijk een filmpje in van dat ik piano speel in 2013 of zo. Heb ik? Is dat niet, de allereerste? Die? Ja, deze. Ja. En die, um, dit kan ik nog. Okay, Want dat goed. is gewoon muscle memory. Ja? ja? Sommige dingen wel. Sommige dingen wel. Die ik heel mooi vind of heel veel heb geoefend. Ja, dat is het. Ja. Was ja. dit dan zo'n uh, conservatoriumnummer? Of ja, een, uh... Nou, dit is eigenlijk vrij makkelijk voor als je klassiek piano hebt gestudeerd. <laughs> ja. Maar wat, het is, is gewoon heel de, mooi. Wat, wat zijn dan de moeilijkste? Wat, zijn, wat, van, wat, wat voor muziek is dan het moeilijkste om te maken? Of welke stukken of, of nummers? Hangt het hangt vanaf waar je zwakte ligt. Nou, waar ligt je zwakte? Mijn ligt bij ritme ritme. Ja. <laughs> dus ik vind een beat okay. nu in Ableton heel moeilijk om goed te krijgen. Dat is dan ook wel weer leuk, dan, dan ga je gewoon wat flexer in beat. Je moet, hij moet natuurlijk niet off beat zijn, maar je kan ook nee. natuurlijk met ja, 7 8 zo dus en... Ja, precies. Beats, ja, ja dat, dat dat kan natuurlijk wel. Als, als daar je voor te ligt, je u, uiteindelijk vertelt namelijk het programma wel of het of het wanneer het weer recht is. Ja, maar dat hoeft niet, maar het is wel ritme is wel mijn zwakke punt. Wat ja, grappig. Ja. 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 En daarom krijg je altijd op, op, soort van op je vingers getikt op het conservatorium. Soort van. Ik moest met zo'n metronoom altijd oefenen dus ja. en Zo kloten. zo dat het klinkt ook heel kut. Echt heel kut, ja. ja. Zo ja. Captain Hook. Soort van ja, met zo'n gewichtje van... en dan zo. Ja, ja. ja kloten. Net zoals Captain Hook. Ja, ik mis uh, dat echt niet. Nee, dat snap nee. ik. Er is ook nog één filmpje wat ik wel leuk vind. Dat is met, weet je nog, die hardstijl van net. Ja. Dan ging ik um, happy van have you ever been happy? Mellow. zit have you ever been mellow. Ja. <laughs> ja. Maar hij zingt ook happy. Oh, af, ja, ja. dat zegt hij nou. Ja. En dan doe ik daarna ja. die, die loop weer aan. Die ik al de, de, van tevoren had gemaakt, wat je net hebt gezien. Dus waar, misschien waar, kunnen we ja, die vinden? Waar is dat? Welk filmpje? Hoe heet het filmpje? Weet het je is het? dezelfde outfit als die met die blokjes mouwen. Oké, oh, okay. volgens mij is dan de video na uh, hardstyle, is dat volgens mij. En dan heb je een uh, gitaar in je hand, dacht ik. Ja. In het begin. Ja. Heeft te beschrijven voor, ja, voor de regie. voor de inderdaad. regie. Dus het filmpje dat na ja, ja, deze. deze. Met een kat. Het is Ja. Ja, oké, okay, dit is natuurlijk normaal een happy hardcore nummer. Ja, maar hij komt zo. Ja, ja, nee, dat snap ik. Maar. maar dus bestaat er nog niet een akoestische versie van? Ja, nu wel. Ja, oké. Okay, ja. Ik doe ook Rainbow in the Sky. Ja, op deze manier. Yeah. Ja, want je weet gewoon de paar akkoorden die het zijn, of je hoort een paar akkoorden en dan. <laughs> nee, dan kan ik gewoon die looper aanduwen. Ja, want die stond er nog in. Ik ga ook zelf stuk. Ja, <laughs> je stopt ook. Je had ja. hem een soort van door moeten gaan over die beat ja. natuurlijk. Maar um, die, 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 in die loopstation kan je ook dingen recallen van een tijdje terug? Ja, als in als ik hem gewoon nog aan heb staan en gewoon alleen op pauze heb geduwd. Ja precies, maar je kan niet. Dan kan het ik van... hem weer aanzetten. Je Na... kan hem wel opslaan. Oh, wel. Op een nummertje en dan kan je dat nummertje weer aanzetten. Dus er staan wel hele vage dingen op die ik ooit heb geloopt. Precies. Dat ik dacht dit moet bewaren. Ja. Uh, ik heb ook een, er zit nog een filmpje bij dat ik melodica en gitaar tegelijk speel, die Super Mario. Oh ja. Dit is wel een uh, party trick. Ja, dat is wel moeilijk. Je doet drie dingen tegelijk. Blazen. Blazen. Pikken, hand, aanslaan en mijn akkoordenhand. En aanslaan. Vier misschien piano. eigenlijk bijna. Al is misschien één hand hetzelfde. Ja. Je ziet ook Je de, de soort van... De pure focus. Ja, manische kont, Manische ja. soort van controle. Ja. Maar het lukt wel. Semi-stress, ja. Dit is wel echt moeilijk. Ja, het is natuurlijk. ook het enige liedje wat zo lukt. Want die heb ik gewoon vaak geoefend. Oh. Maar ja, dat hoort ook op Twitch natuurlijk, dit. Ja. Hoe kom je aan die guitar, blaas uh, piano unit? Als, als je pianist bent, kan je nooit je instrument meenemen. Ah. Dus ik had gewoon iets opgezocht. Um, trouwens, dit is wel een B. Uh, dit is als in um, de echte reden dat ik dit instrument ken, is ook door mijn vader. Want ik kwam met eentje thuis en ik heb een broertje van twee jaar jonger. Ja. En natuurlijk was het voor wie is die? Ja, ja, ja. Want ik kan niet delen, weet je nee? wel. Het is gewoon ah. uh, voor wie heb je die? En dan laat er maar één mee. Ja. En toen zei die gewoon voor degene die er het eerst op kan spelen. Ja, ja, ja precies. En toen gingen we het oefenen, weet ja? je wel. Ja, en toen mocht ik hem houden uiteindelijk. Ja, was beter dan je ja. boordje. Dus dat, maar het uh... was ook fijn dat je iets kan meenemen wat je wel speelt. Want toen ja. speelde ik ook nog geen gitaar. Nee, precies. Maar dat kan en, natuurlijk ook. Oh, dus jij, je hebt hem al heel lang, maar dat kan ja. natuurlijk ook wel met een mini keyboardje. Ja, maar dan moet je, je batterijen meenemen of zo. Ja, precies. En boxjes. Ja. Dus dit is perfect. Dit past gewoon in je rugzak. En dan ja. heb je gewoon altijd toetsen bij je. Ja. Sick, maar... Alleen het klinkt als een accordeon. Ja, precies. Een ja. Ja. plastic accordeonnetje. Want ja. inderdaad, dus je, je kan hem ook gewoon op tafel en spelen. En dan moet je zelf de, de, ja. de, de, de dingen. En hoe steken. meer tonen je tegelijk indrukt, hoe harder je moet blazen. Sick, omdat het natuurlijk door allemaal ventieltjes moet gaan. Ja, ja. ja. Nou, smart. Volgens ja. mij hebben we best wel veel uh, geleerd. Ja, maar we hebben echt heel veel chaos door elkaar uh, ja, ja, zeker. Dat hoort maar... ook. Het is natuurlijk een soort van ja. heel erg... Uh, we zitten uh, negen jaar in tijd uh, te condenseren in een half uurtje, dus wat dat betekent. Ja, maar heb je niet nog, weet ik wel, wat zijn je plannen voor de toekomst dan met, met, met muziek? Ik wil wel meer produceren. Oké. Okay, ja, ja, ik ben nu nog halverwege een opleiding voor muziekproductie. Ah. Oh, ja. um, en ik moet nog twee tracks inleveren en als ik die hoger dan acht heb, dan ben ik cum laude afgestudeerd. Dus dat is wel heel cool. Ja. Uh, want ik heb nog nooit een opleiding afgemaakt in mijn leven. Oh, there you go. <laughs> en dit is wel particulier, dus het telt niet voor de duo. Maar nee. dat, uh, dat ben ik nu, uh, dat wil ik wel heel graag weer doen. Ik kan eindelijk weer, want ik heb de, zo lang in het schimmelhuis gezeten. Ja, ja, ja je had natuurlijk dat, een schimmelhuis en nu heb je een nieuw ja, huis waar je gewoon. Dat, die energie had ik echt niet. En ik nee, kon ook niet meer dat zingen. Is het ook natuurlijk. Ik was ook ja, echt ziek. Ja. Oh, wat kut? Ja, mijn oren zaten dicht. Al mijn holtes zaten dicht. Ik ging bloedhoesten. Ik heb ook ben heel vaak naar het ziekenhuis geweest. Jesus. En ik ben nu ja. sinds een maand verhuisd en ja. ik ben weer helemaal oké. Okay. Gelijk ook. Echt top. Dat ja. is heel snel. Is dat ja, weer over, na een week ja. was ik gewoon gestopt met hoesten en shit. Het was gewoon een allergische reactie op Schimmel. Ja, ja logisch. Of dus ik een, heb heel lang niet muziek gemaakt. Nou een, een reactie. reactie. Ja, nee. Maar ja, nu, is, nu kan het weer. Dus nu, nu kan het weer. Ga je weer muziek maken? Ja, ik ga mijn nieuwe buren even testen. Ja, nieuwe buren <laughs> testen met uh, produceren. produceren, kan ik, wil ook met meer produceren. ik wil meer produceren. Ik heb heel veel vrienden die hip-hop maken. Dus misschien dat ik daar wel uh, beats voor kan maken of uh, iets. Of, uh, ik moet eigenlijk ja, een beetje ontdekken wat ik wil maken. Ik, oh ja, al, ik vind alles ook. mooi. Ja. ja, want je bent natuurlijk gewoon. Ge, je, 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 hebt, ge, je bent comfortabel met dingen spelen, die, weet je, van, van op gehoorde dingen ja. nadoen, maar nog niet echt per se met muziek maken. Nee, zelf. en ik, ik zing heel veel jazz bijvoorbeeld. Dat vind ik heel fijn om mee te zingen als ik het aan heb staan of zo. Dus dat vind ik vet. Maar dan vind ik heel overgeproduceerde rare dubstep. Dingetjes dat vind ik ook weer heel cool met rare geluidjes en zo. Ja. Dat is super natuurkundig eigenlijk. die sound design. En dat vind ja. ik heel interessant. Dus ik ben, ik vind alles nou ja, dan nog ga je te leuk. kijken inderdaad, als je de de, 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 de de opleiding af hebt gemaakt waar het, waar het op uitkomt. Ja. Nou ja, dan gaan we waarschijnlijk binnenkort, of nou, niet binnenkort. Ja, misschien ga ik wel weer dan... streamen. Maar ja, maar dat is sowieso. Je kan altijd een cameraatje aangooien. Ja, natuurlijk. Maar en, niet voor mijn werk. Ik wil niet uh, energiedrank verkopen aan 14-jarige kinderen. <laughs> voor mijn huur. Nee. Echt dan hoor je niet. dat skate. Nee. <laughs> Sorry, maar nee, dat gaan we echt ver. <laughs> snap ik. Ik vind energiedrank echt rommel. Oh, ik vind het heerlijk, maar dat, uh, uh, ja, dan moet je inderdaad niet te veel. Uh, um, Mee in aanraking komen misschien. Uh -huh. Maar cool, dus, nou, als, als het zover is dan uh, en, en je bent weer uh, verder op de journey, dan zullen we misschien nog een keer weer. Uh, ik kom wel een keer we zingen in de uitzending. Dat sowieso, in, 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 in we gaan een streamen, keer, wat dan kan Game ook, uh, Kings jam. Dat ik dat nee, ik gewoon... kan echt niet jammen. Nee? Nee. Maar je kan toch wel vocals ergens overheen gooien? Ik kan niet zingen, ik kan alleen schreeuwen. Dat uh, ik kan schreeuwen en, en nummers op bas heel langzaam down, down, down. Dat is wat okay, ik kan. We dat, gaan een keer een studiootje fixen en dan sure. kunnen we. En anders in een livestream. stream, dat, uh, dat kan ook. Ja, nee, dat, ja. Dat, dat, hier kunnen we al produceren. We hebben hier dat is een, een wel heel speelhalen. leuk om een teamsong te maken voor al onze filmpjes. Zeker intro liedje. Even. ja dat, dat is misschien een mooie goal. Dat wanneer, wanneer je zover <laughs> bent, dan dat we gewoon intro shit. Ik heb trouwens nog heel veel muziek liggen van, uh, van een toffe componist uh, kom, kom, om, uh, om in liedertjes en wat dan ook te gebruiken, maar we kunnen altijd meer gebruiken, want we hebben ja. zat video's, dus we kunnen ook... Ja, dat is wel gaan. een goede optie. Ja, goede, ja. goede uh, volgende item, uh, als je het leuk vond. Uh, nou ja, over ja. waarschijnlijk twee jaar, wanneer ja, het over is. over gewoon een tijd. Precies, ja. dan gaan we ermee uh, verder.